Yo mensen, welkom bij Euro Truck Simulator 2, waar we vandaag bezig gaan met een heel ander ding. We hebben namelijk een dikke Volvo VNL 670 en we gaan vandaag proberen of dat we een aantal double trailers kunnen gaan rijden. We zijn daarvoor in Scandinavië en ik zal meteen even naar de arbeidsmarkt toe gaan. Ja, laat maar op de grond vallen de telefoon. Vrachtwagencentrum, en als het goed is staat er hier ook, juist, deze. Het is een makkelijke vracht, 7 ton metalen kannen. Natuurlijk een dubbele trailer van Örebro naar Stavanger. Ja, geen idee hoe je dat uitspreekt, maar zoiets. GPS door instellen. Ik zal jullie even gauw meenemen in deze Volvo. Super mooie Volvo, zeg ik het zelf. En ja, een goede mod. Ik zal in de beschrijving even een link zetten. Is van, hoe heet de kerel, Aerodeath. En ja, super, super netjes. Zoals ik deze gemaakt heb met een mooie skin. Zoals jullie zien wordt helemaal groen op het moment dat ik door de zon heen ga. Achterkant genoeg belichting, niet inhalen want we rijden toch hard zat. Dus ja, prachtig, prachtig, prachtig mooie. Maar het mooiste, voordat we ook echt gaan rijden, als ik ga zitten, luister als ik hem start. Oh heerlijk. Zagen jullie trouwens het stuur? Navigatie, zagen jullie dat? Ja? Mooi. Oké, ik neem jullie mee in een timelapse richting Örebro. We zijn in Örebro en na dat kleine stukje rijden kunnen we er natuurlijk de car gaan aankoppelen. We hebben hier... Oh, we kunnen zelfs kiezen. Schuifcel, is er ook nog eentje die... Nee, we hebben niet heel veel keuze. We willen natuurlijk deze, dus bevestig. Yep. En dan gaan we die aankoppelen, want dit is de enige. Nou, laten we maar eens gaan beginnen. Neem deze opdracht aan. Zo. Oh, wat klinkt die lekker, hè? Deze Volvo. Echt heel prettig klinkt die. Hoe zet ik hem in de achteruit? Dit is de achteruit. Mooi. Even kijken. Want ik wil in die spiegel kijken. Eigenlijk sta ik er niet recht voor. Maar goed, dit is de eerste keer dat ik... Oh, dat doen we even anders. Dit is de eerste keer dat ik met... een klus doe met zowel deze vrachtwagen als mijn stuur als mijn pook. Dus ja, het is even wennen, maar goed, hopelijk gaat het allemaal lukken. Zie, rustig achteruit zetten en inhangen. En volgens mij hebben we hem daar.
Of niet? Oh. Gaat lekker lomp hier. Kijken van buiten. Zetten we er nou in? Of naast? Of wat is er aan de hand? Ja, de struggles. Oh, dat was hem. Mooi. Oké. Deze knop hebben we nodig om de as te laten zakken. Dacht ik zo. Of is die al omhoog? Wacht, dan gaan we even kijken. Om de as te laten zakken, toetsen en knoppen. Want dat wil ik verhogen of verlaagd als u. Ja, dat dacht ik wel dat het u was. Rijden. En dan u. En dan gebeurt er niks. Dat is mooi. Oké, dan gaan we er maar vanuit dat alles werkt. De verlichting aan. Groot licht hoeft niet. En deze aan. En nou ja, karren maar. Ga naar binnen toe. Oh, linksaf zegt de navigatie. Mooi. Weer groot licht aangezet en van alles. Hey, doe sneeuw. Zo, perfect. Nou, groen licht. Volgas. Geen idee hoe ver als deze rit eigenlijk is. Ik denk wel dat we hem opdelen in een aantal delen. Mooi, dat ging goed. En nou moeten we hier toch links, dus kunnen we mooi hem voorbij die vrachtwagen zetten. Lekker hoog in de toeren, dat mag gewoon voor mij. Geen probleem, daar hou ik van hoog in de toeren. Oh, het geluid is zo prettig. Oh, dat werkt niet. Flink hard door die bocht heen trekken. Oh, zie die achterste. Oh, dit is niet goed voor mijn vracht. Dat is het enige wat ik nog fout doe. Mijn poke of zo staat raar ingesteld als ik in de 5. Als ik de koppeling op laat komen, dan is zoiets van nope. En dan doet hij het niet. Heel vreemd, maar goed, dat is misschien iets waar ik zelf aan moet leren wennen. Want in de 6 werkt het wel. Dat is juist net mooi. Ik ruik weer veel te hard, zeker wel. Echt, wat een beest dit. Al mee, er zit maar 600 pk onder de motorkap, maar ja, klinkt echt geweldig. Dus je doet dat ook gewoon graag, dit ding te hard laten rijden. Oké, laten we het nou eens even aanpakken zoals dat eigenlijk aangepakt zou moeten worden. Gaan we hier linksaf. Kijken. Ja. Oeh, daar komt iets van een auto aan. Ga voor dan. Oké, nou dat komt beter. Maar goed. Het gaat allemaal perfect. Zo had ik dat in het echt misschien ook wel aangepakt. Dat is misschien niet slim, maar goed, het werkt. Het werkt. Niks aan het handje. 70 mogen we hier. Oké. Okay. Over het kijken gesproken. Ik heb me de laatste tijd zitten verdiepen in iets dat heet Dolby Eye. En Dolby Eye is een manier waarop je, het heet simpelweg de technologie head tracking. Waardoor je dus kan kijken met je hoofd, met je ogen, rond kan kijken. En ja, dat is natuurlijk super vet, super realistisch. Dus ja, het wordt in alle games ondersteund die ik speel. Dus eigenlijk wil ik dat binnenkort wel eens gaan uitproberen. Ik weet niet of jullie daar al ervaring mee hebben. Ideeën misschien ook over. Mij lijkt het super vet. Nou, wat vinden jullie ervan? Oh. Deze, oh, daar zit niet door te rijden. Ja, moet je. Kerel. Ja, sla maar af. Lekker dan. Wie gaat er dan weer midden op een kruispunt 35 rijden? Oh, oh, rustig, rustig. Gewoon laag in de toeren laten brullen, dat ding.
Hey, regen. Dat is nieuw. Nee, eigenlijk niet. Ook maar, ik mag hier 70. Ik zit weer veel te hard te rijden. Nou, maakt niet uit. Voor nu gaan we gewoon doorrijden. We hebben geen haast. Maar goed, we houden wel van doorrijden. Dat snappen we ook. Ik denk dat ik de cruise gewoon op 100 zet. Niks aan het handje. Zie, cruise control op 100. En door blijven janken. Vrij netjes, want jullie zagen net in de timelapse dat ik ook wel... Wow, sorry. Dat ik ook wel 155 reed. Maar dat moet ook allemaal kunnen, vind ik. Moet ook allemaal kunnen. Jammer weer dat het zo regent, maar gelukkig hebben we goede muziek aan staan. Ja, scheelt een hoop. Oh, en vooral niet vergeten de knipperlichten. Weet je wat nou optimaal is van deze Volvo? Ja, die spiegels voorop, die heb ik toevallig zelf voorop. Mocht ik uitkiezen of dat ik die wel of niet wou. Maar ik wil ze wel hebben. Echt, vooral die rechter, dat scheelt mij dit doen. En ik hou niet van dat doen. Is opgelost als ik zo'n headtracker heb. Maar goed, die heb ik nog niet. Dus voor nu, die spiegels voorop. Voor mij zijn ze optimaal. Ik vind ze er nog lachen uitzien ook. Oh, we gaan eventjes ritsen. Nou, daar zit net het links. Dus we komen even rustig naar links. Niks aan het handje. En 80. Oh, en toen mochten we ineens weer 70. Ik denk, dat is vreemd. Op de snelweg mag ik 70, dan mag ik hier 80. Nee. Zou een beetje onlogisch zijn. Maar kijken waar we hier gaan doen. In ieder geval een versnelling terug. Nog één. Die kerels rijden hier echt niet door, joh. Wat is dit? Moet ik helemaal 30 rijden? Waarvoor? Het is hier zo traag, joh. Oh, opdom. Oh. Laat hem maar werken, net alsof ik bij de trek ben, joh. En dan ga je... Oh, die Volvo voor mij, die kan echt niet rijden. Geen verstand. Die heeft waarschijnlijk zijn rijbewijs bij een pakje boter gekregen. Dat is wel heel vroeg ingevoegd, Johnny. Oh, en we gaan weer 70 rijden. Natuurlijk. Weet je wat? Ik hou me gewoon lekker in zijn 6. Gewoon brullen. Gewoon lekker schoor. Zie, als we willen, hadden we hem hier rechts even of rood in kunnen halen. Omhoog, met 60. 900 toeren, wat is het misschien? Ja, 900 toeren. 6, 7, nee, 850 toeren of zo reden we. Nou, ik vind het mooi. Daarvoor is dat ding gemaakt. Ze hier me er langs laten? Nee, dan gaan ze in één keer zelf heel hard rijden. Lekker weer. En als ze naar de 4 gaan, zit ik in één keer weer op de 2000 toeren. Moeten we het proberen? Nee, we zijn op open. Gaan we niet nog eventjes terug naar de 4? Nee, we houden hem gewoon in de 5. Hier naar beneden, zo gauw mogelijk in de 6. En dan zullen we hier wel weer achter die Volvo moeten blijven. Maar op gang houden, gaan we hem voorbij die Volvo zetten. De ene Volvo tegen de andere Volvo. Nou, ik
denk dat deze Volvo zou kunnen gaan winnen. Ga maar hier. Nee, hè. Oh. Zo dichtbij. Volgende pakken we. Maar goed, wanneer wordt hij weer dubbelbaans? Wow. Ja hoor, zitten ze weer. Oh, ga stilstaan joh. Ik kan wel huilen. Oh, verschrikkelijk. 90. Nou, ga ook eens even 90 rijden dan alsjeblieft. Trek ik hem de hucht op met 80. Geen idee hoe ver als we nog moeten. Dus. Oh, 620 kilometer. Dat is een poos. Dat is een flinke poos. Oh, en we mogen weer 70. Dus toch maar zo'n 5. Afrem op de motor alleen is niet genoeg. We moeten nog de rem ook gebruiken. Zo traag rijden die Farisees hier. Nou, nou gas. Kunnen jullie het ineens winnen, hè? Ja, hè? Kom maar, Volvo. Kom op. Kan je wel. Goed zo. Hou hem op die 1500 toeren. Heel goed. Ja. Kom maar. Lekker bezig, hoor. 2000 toeren. Schakelen. Ja, het schakelen is niet altijd per se helemaal realistisch, zoals ik zeg maar toerental overbreng. Maar ja, het klinkt wel lachen. Dit is de Cummings motor. Dit blok, want die heeft het beste geluid. Die turbo, hoor die turbo fluiten, kijk. Geniaal. Hou ik van. In z'n 6 en knallen. Laten we maar weer op de cruise gooien. Mensen rijden niet door, joh. En ik geef ook even lekker gas in zijn neutraal. Maar dat komt omdat dat ding dus telkens in zijn vrij gaat staan, terwijl ik dat niet wil. Ik zet hem in zijn 5 koppeling op en gaat hij normaal gesproken in zijn 5. Dat lijkt me logisch. Maar dat doet hij dus niet altijd. Soms dan laat ik toch koppeling opkomen en dan zit hij nog niet in zijn 5. Of zo, weet ik veel wat er dan gebeurt. Maar in ieder geval, het is best vervelend. Maar misschien dat het een foutje is van mijn kant. Zullen we wel leren. Ik speel tegenwoordig met geavanceerd schakelen. Dus maar zijn we er voorbij. Oh, en laten we hem even terugschakelen. Oh, ja. Goed idee om terug te schakelen. Deze gaat eraf. Shit, we hadden eraf gemoeten. Oké. We kunnen daar kijken. Oké, dat was ook raar aangegeven, maar goed. Oeh, nou krijg ik een leuke uitdaging. Dat is mooi. Volg deze. Die echt nou wel heel traag gaat rijden. Oké, gaan we er hier af. Dan moeten we even alle combo's goed hebben. We volgen Oslo. We gaan niet naar Oslo.
gaan we linksaf zo meteen op de rotonde. Kan ook geregeld worden. We hebben het overleefd. Oh shit. Beginnen we moeten worden. Maar te hopen van niet. Wanneer moeten we slapen? F6 is dat. Oh, binnen 1 uur en 34 minuten. Oké, okay, nou laten we eerst hier maar eens langs rijden dan. Want ik heb nu geen tijd om te gaan slapen. Daar gaan we zo meteen over nadenken, over slapen. Deze uit. Weer zo'n leuke bocht. Stilstaan joh, anders. Sommige mensen, echt. Rijbewijs bij een pakje boter. Ik kan het zelf ook niet altijd, maar meestal ben ik niet degene die de gevaarlijke dingen veroorzaakt. Let op, zometeen ongeluk. Mijn schuld. Zonder dat je in de tunnel geen beter geluid hebt. Dat zou geweldig zijn. Oeh, tol. Tol. Kan ik hier soms er nog langs op? Zonder gezeik. Autopas. Ja, dat zie ik graag. Hé, hey, 14 euro. En ik moet gaan slapen. Oké. Hoeveel tijd heb ik nog? 58 minuutjes. Mooi. Volgende rustplaats gaan we slapen. Heel benieuwd waar die dan komt, die rustplek. Zeker. Hier? Oké, dat kan nog wel eens spannend gaan worden dan. Hier niks, hè? Dan zouden we hier naartoe moeten, maar goed. Dat is ook niet praktisch. Normaal gesproken kan je zo'n steending wel slapen, maar... Goed, waar gaan we slapen? Daar hadden we... Maar we zijn hier langs gekomen. Hier moeten gaan slapen al, oké. Nou, dat wordt spannend. Voor nu denk ik dat ik ga stoppen en ik zie jullie de volgende keer wel weer terug. Als we op zoek gaan naar een slaapplaats. Maar ja, voor nu, tot dan en yo, succes!